Ik sta hier bij de winnares van de Louis Vennoort Fourageprijs, klasse L, Marit Braamhaar. Marit, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Kun je wat vertellen over je paard? Ja, Cayetano is een 7-jarige ruin en leeft nu ongeveer al 1,5 jaar. Een heel braaf paard dat de laatste tijd erg goed doet. En hoe ontwikkelt het paard zich? Ja, eigenlijk steeds beter wel. Ik heb nu een paar keer M gedaan, een beetje flexibel nog. En dat gaat eigenlijk heel goed. En heb je nog een planning voor deze zomer met Cayetano? Ik wil nu eigenlijk steeds meer een beetje in de M op gaan bouwen en we zullen wel zien hoe het verder gaat. Want rij je nog meer paarden? Ja, ik rijd er normaal nog eentje meer, maar die stad ik hier vandaag niet. Die zou ik eigenlijk in de M doen hierna. En is paarden iets waar je je fulltime mee bezighoudt of heb je ook nog andere hobby's? Of? Ja, daarnaast studeer ik en het is eigenlijk gewoon echt wel hobby. En ik hoop daarnaast als hobby te hebben eigenlijk twee paarden, jonge paarden. En hoe heb je deze eerste editie van Jumping Schreuder te Bergen ervaren? Ja, echt een super mooi concours en jammer van het weer. En ik hoop dat de komende 2 dagen nog wel met succes kunnen worden afgerond. Gaan we je nog terugzien deze komende 2 dagen? Ja, ik ga zeker nog wel eventjes kijken. Oké, okay, ja. Nou dankjewel en geniet van je overwinning. Ja, dankjewel. Twee van hooi. Dat was extra prijs in deze week voor de allerbeste. En dan kunnen we ook de groepsen van binnen de combinatie, die worden even in het zonnetje gezet. Zij ontvangen namens een